met Robin van der Wallen. 92 met Heidi Rakels. Overal medailles, maar nooit de titel. Tot grote frustratie van de coach Jean-Marie de Dekker. En allicht ook tot grote frustratie van de judoka zelf. Maar dat hoeft geen bedoel. Alhoewel wij ook telkens zeer tevreden zijn met een Europese of wereldmedaille. Omdat ze toch altijd moeilijk te verdienen zijn, die medaille. Maar een titel zou welkom zijn. Titel Taillot, wil ik zeggen, in het wit. En de Moldaviërs. En de Moldaviërs in het blauw. Niemand lijkt iets te weten van die Moldaviërs. Nee, weer iemand. Magomadov, weer iemand die daaruit het niets is komen opduiken. Of uit de schaduw van een Sovjet die dan wel in de ploeg stond van de Sovjet-Unie. Ik heb dat daar net al aangegeven. Maar Taillot, die is niet de minste. Dat is de vice-Olympische kampioen. Was vijfde op het wereldkampioenschap in 91 en is de Europese titelverdediger. Vorig jaar overwinning in het toernooi van Parijs. Dit jaar een derde plaats op het toernooi van Parijs. Nog steeds niet gescoord. Taillot die volgt op grond, zeer sterk, op grondwerk, probeert het hoofd en de arm van de partner te knellen tussen zijn benen, om zo een wurging aan te gaan. Hetgeen hij nu probeert, maar de controle is niet zo goed precies. Toch, ja, nu kan hij eventueel overgaan, hij controleert. Ja, het is in elk geval houtgreep. Osai Komi, om eens met mijn kennis van het Japans. Het is een eigenaardig, want normaal gezien. Ja. Maar hij houdt dus de Moldaviër onder controle. En die Moldaviër klopt af. En Pascal Taillot wint. Ja. Het goud. Weer een titel. Alweer. En de Moldaviër, Magomadov, heeft zilver. Wat niet slecht is voor een onbekende. Pascal Taillot dus. De vierde op een volgende zegen voor Frankrijk. Toch wel indrukwekkend. Ja. Wat die Fransen hier presteren. Daar kijken we nog eens hoe Taillot de Moldaviër in een houtgreep pakt. Ja. Normaal gezien heb je voor een houtgreep te krijgen toch wel iets meer op de partner moeten liggen. Maar de scherpjes hebben iets te vroeger houtgreep gegeven. Maar ja, de controle was volledig. Dus. We krijgen het nog eens te zien. Hij geeft veel te vroeg houtgreep aan. Taillot is nog maar net bezig met de controle of hij geeft al houtgreep. Dat is een beetje te vroeg. Zelfs nu is het spel nog niet helemaal houtgreep. Pas wanneer Taillot er volledig op ligt, normaal gezien, kunnen ze houtgreep aan.